volgeroepen aan het Atheneum van Tongeren. En volgerechten aan de Vrije Universiteit Brussel. Gehuwd met Marleen van Doorn, vader van Frank en Gilles. Zijn hobby's zijn spelen met de kinderen. Muziek beluisteren. Lezen. Fietsen. Squash. En gewoon onder vrienden zijn. En natuurlijk is er de politiek. Op zijn 25e werd hij nationaal ondervoorzitter van de PVV. In 1981 nationaal partijsecretaris. Sinds 1982 jongste gemeenteraadslid van Tongeren. Op 13 oktober 85 jongste volksvertegenwoordiger van Vlaanderen. En enkele dagen later verkozen tot jongste gemeenschapsminister van de Vlaamse executieve. En thans opnieuw PVV-lijsttrekker voor de komende parlementsverkiezingen. Zoals de werkloosheid, maar ook met vele mogelijkheden. Patrick de Waal is een rasechte Limburger in hart en ziel, een man van hier. Als volksvertegenwoordiger van Tongeren zei, wil hij zijn streek dan ook vooruit helpen. Met bijzondere aandacht voor de reconversie van de steenkoolmijnen. In Limburg moet het vrij initiatief opnieuw alle kansen krijgen, zodat er nieuwe ondernemingen en meer jobs komen. Met aandacht voor het milieu, de vruchtbare Haspengouwse gronden, de bosrijke Kempen en het Maasland. Hij werkt nu aan een groot project, de inplanting van een Europees recreatiepark in Limburg. Hiervoor bezocht hij Disney World in de Verenigde Staten. Patrick de Waal gaat met stijl door het leven, een liefhebber van moderne kunst. Met een hart dat klopt voor alles waar Limburg trots op is. Patrick de Waal, iemand van bij ons, onder ons. Patrick de Waal drukt ook zijn stempel op de nationale politiek. Als gemeenschapsminister van Cultuur deed hij een frisse wind waaien in de artistieke en creatieve wereld. Blikvanger is een campagne Vlaanderen leeft, waarmee hij de cultuur dichter bij de gewone man wil brengen. Vlaanderen leeft is intussen een begrip geworden. Vlaanderen is meer dan Flanders Technology. Het heeft ook een menselijke aanblik. Patrick de Waal gaf in de voorbije 2 jaar nieuwe stimulansen aan de Vlaamse film, theater, beeldende en plastische kunsten, literatuur en ook aan mode, gastronomie en architectuur. Zelfs popconcerten kregen zijn aandacht. Hij is een graag geziene gast op de Houtwerchter. Patrick de Waal doorbrak ook het BRT-monopolie. Hij liet een wet goedkeuren waardoor commerciële televisie, lokale omroepen, satelliet- en kabel-tv nu mogelijk worden. Samen met andere liberale ministers komt hij op voor vrijheid en vooruitgang. Hij gelooft in het privé-initiatief en dynamische KMO's. En de belastingen moeten snel en fors dalen. Samen met de PVV wil hij het liberaal herstelbeleid krachtig doorzetten. Patrick de Waal is een politicus met een totaal nieuwe stijl. Samen met zijn enthousiaste medewerkers voert hij nu een moderne dynamische kiescampagne. Gebruikmakend van de nieuwste technische snufjes,
zal hij zijn job als volksvertegenwoordiger beter kunnen doen. Zijn deur staat voor u wijd open. Wat kunt u van hem verwachten? Een eerlijke politieke houding en de vertolking van uw ideeën in het parlement. Glasheldere voorstellen voor vrijheid en vooruitgang, voor minder belastingen, voor meer werk in Limburg en een levend cultuurbeleid.